goed, de eerste aflevering is geweest afgelopen maandag. Het gaat over jouw passie, liefde voor muziek. Muziek die veel mensen niet meer kennen. En alleen dat ergert je al genoeg om in ieder geval te denken van... Ik wil het je wel laten zien. Het ergert me dat er voor oudere jongeren geen programma meer zijn. Voor de 40-plussers. Kijk, ja. Paul en ik zijn een beetje de doelgroep hier aan tafel. Ja. Maar wij zijn opgegroeid... We hebben de Beatles zien komen, opgegroeid met Bob Dylan. Dus we hebben die smaak ontwikkeld. En er zijn geen programma's meer. Dus ik zocht naar een handvat om een programma te maken voor die doelgroep. En toen dacht ik, ik ga al die oude nederpophelden uit het verleden opzoeken. Ja. Niemand weet waar die mensen gebleven zijn. En ook niemand weet wat er van geworden is. En dan krijg je een heel interessant beeld wat die mensen die afgelopen 50 jaar meegemaakt hebben. Is dat ook omdat die mensen toen niet zo belangrijk waren dat ze nu nog worden herinnerd? Nou, ze waren heel belangrijk. Zo'n Theo van Es van de Shoes heeft 22 hits gehad. Dus dat 22? Was 22, ja. Dat was geen nobody. Maar niemand weet wat Theo nu doet. Nou, hij speelt al 54 jaar met dezelfde bezetting met de Shoes. Dat doet hij nog steeds. En hij zingt nog steeds na, na, na. Ja. Zo toch even, want je hebt een man meegenomen. Ja, Johnny Kendall is Johnny eigenlijk Kendall. De leukste. Kom er even bij zitten, Johnny, als je wilt. Maar even een stoel. Stel ons eens even voor aan Johnny Kendall. Want Johnny, jij hebt een hit gehad. Ik geloof, is dit een single? 263, ik weet het ook niet meer. Lang geleden. 50 jaar geleden? 50? Ja, dan wel als het 263 was. Nou ja, ik was dus een fan van Johnny Kendall en de Harolds. En ja. Johnny Kendall had een hit, St. James Infirmary. En daar was hij zijn tijd ver mee vooruit. En dat is nooit prettig, want dan koopt het grote publiek het niet. Maar het werd toch een internationale hit. En ik was verleden week bij Rinus Gerritsen van de Golden Earring. Die zegt, ik ken die Johnny Kendall helemaal niet. Hij wist dat ik kwam, ik heb hem vanochtend op Google opgezocht. Hij zegt, maar toen wij met die Earring speelden, toen hadden we allemaal maar één ambitie. Wij willen Johnny Kendall worden. Kijk. Dat was de grote held van de Earring. En Johnny noemde ze toen al in Nederland de Nederlandse Animals, want hij was de eerste blueszanger van Nederland, nog voor QB en nog voor Living Blues. Alleen Johnny heeft de pech gehad, na die grote hit, ook in Italië heeft hij een hit mee gehad, is er het een en ander fout gegaan in zijn leven. Hij werd bijvoorbeeld de zanger van het Bert Comfort Orkest. Dat was de man die had toch hele rare muziek, die Bert Comfort. Jawel, maar die begeleidde wel Frank Sinatra en Tom Jones. Zullen we even kijken, even Bert Comfort even zien? Want dat was muziek die mijn vader thuis ook draaide. Dit dus. Ja, daar kun je het nog wel lacherig over doen. Maar dit was namelijk een fantastisch orkest. Ja. En dat ziet er nou wat gedateerd uit. Het ziet er nou een beetje als James Last uit. Ja. Ja. Maar Johnny zou daar de wereld mee gaan veroveren. Alleen toen had hij de pech dat Bert Comfort dood ging. Ja. Ja, dat was een tegenvaller. Ging dood, ja. Maar nog wat over Bert Comfort te zeggen. Die de late periode van zijn leven heeft hele mooie gedragen melodieën gedaan. Ja. En je hoort nou dat tuttige basjes. Maar hij heeft ook hele mooie dingen gedaan. Heel veel beroemde mensen ook gedaan. Maar jij zou dus met... Maar dit is dus net misgegaan. Hij ging dood. En zo gaat het. Nou, hij heeft nog wel meer pech gehad. Hij schijnt ook nog dood te gaan. Want Johnny zou dus in Engeland groot gepresenteerd worden. En hij ging dus naar Engeland. Daar zou hij helemaal gepromoot worden. En toen zei ze bij de BBC... Hoe kun jij in godsnaam de artiestennaam Johnny Kendall kiezen? En Johnny vond er niks verkeerd aan. Maar de leider van de fascistische partij in Engeland heette Johnny Kendall. Dus toen was het daar ook meteen afgelopen. Ja. Zullen we nog even een paar andere mensen... voordat we ook naar Johnny gaan luisteren... even een paar andere mensen... portretteren die voorkomen in die serie van jou. Bijvoorbeeld Rudy Bennett, zanger van The Motions. Ja, die heeft dus de grote hit Wasted Words gehad. En The Motions was de beste beatgroep van Nederland. En die hadden Robbie van Leeuwen. Die schreef eigen nummers. Is later ook financieel onafhankelijk geworden omdat die Venus... Jatten, ergens. En die waren heel goed. Alleen de Earring is een bedrijf geworden. Die bestaan nog. En in 1969 vielen de Motions al uit elkaar. Want het waren natuurlijk allemaal qua jongens die veel geld verdienden. Mm. En dat is heel jammer. En toen is Rudy Bennett als solozanger verder gegaan. Maar Rudy Bennett is nu van zijn generatie. En die is overdag behanger. En 's avonds staat hij in de Schouwburg in de theaterproductie. Behangerzanger. Ja. Ja. Laten we even naar hem kijken. De eerste hit die Rudy had solo was How Can We Hang On To A Dream van Tim Harden. How can we hang on to a dream? Dit vond ik altijd een hele mooie single, hè? Wasted Words and I Follow The Sun. Ja. Dat waren dus, vind ik, twee A-kanten. Ja, ja, dat klopt ook, ja. So these are wasted words, only wasted words.
Bennett & Bee is mij geheel ontgaan. Ja, ja, dat was dat. Dat was niet zo mijn kopje thee, nee, denk ik. Dat... Op een gegeven moment ben je op een of andere manier uitgespeeld. Dan heb je even niks. Jouw vader had een behangwinkel. Dan moet je eigenlijk noodgedwongen weer je oude vak oppakken. Lekker werken, dat is goed voor een mens. En dat, ja, en dat doe ik nog steeds. Muziek maken en behangen. Ja, maar toch is het ook wel zonde dat zo'n man niet... Ja, nou ja, goed, jij graag. Er is geen circuit in Nederland. Nee. Hè? Kijk, in Duitsland en in Frankrijk en in Engeland heb je nog een circuit. Daar kun je gewoon avond en avond spelen. Ja. Maar in Nederland, Paradiso, die contracteert dit soort artiesten niet meer. En zeg maar, het Back to the 60s circuit bestaat niet. Dus ja, die jongens die hebben te weinig optredens. En eigenlijk is Johnny een uitzondering, want Johnny is de ultieme blueszanger. Het is eigenlijk waanzinnig en heel onrechtvaardig dat dit land hem 50 jaar vergeten is. Hij woont al 10 jaar in Brazilië. Treed jij hier nog wel eens op in Nederland? Nee, op de laatste jaren niet meer eigenlijk een beetje. Nee. Je had het net over dat er zoveel bluesfestivals waren. Ja, maar ik lacht er dus echt wel helemaal uit. Want ja, de blues... Wie weet dat John de Blues zingt. Ja. Wel in de blues is, maar... We hadden het net even over de shoes. Theo van Es, heb je ook geportretteerd. Waanzinnig goede zaal. Laten we even kijken. Rob Stenders, de discjockey, houdt diep in zijn hart van echte muziek. En hoewel jouw leeftijd dat eigenlijk niet toestaat, ben je onderweg Theo van Es tegengekomen. Ik heb het singeltje ook nog gekocht ergens in de 70's. Hij heeft dus één disco-nummer gemaakt. Maar wonderbaarlijk, een disco-nummer met een boodschap. Want hoe simpel en disco het nummer ook klonk. Het was wel een puur nummer over homo-emancipatie. Dat was toen toch niet heel gangbaar om dat te doen. Ja, dit is vreselijk. Ja. Dit is vreselijk. dit is heel erg. Theo is na de shoes, toen ze even uit elkaar vielen, is hij verdwaald in de discohoek. Toen had hij een nummer 1 hit in de disco charts in Amerika. Toen zou hij daar gaan toeren. Had hij financieel onafhankelijk kunnen worden met deze bullshit. Maar toen had hij heimwee naar Leiden, is hij weer naar huis gegaan, is hij weer met de shoes gaan optreden. Maar ik vergeef hem dit nooit, dat hij dit gedaan heeft. Maar ook met hem is het dus in die zin niet echt goed afgelopen dat hij nu op een landgoed kan genieten van al zijn fantastische... Theo woont aan de mooiste gracht van Leiden. En die twee broers, die tweeling, die zijn financieel onafhankelijk. Die hebben het zakelijk heel goed gedaan met restaurants. Dus de shoes hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar Theo van Es had internationaal door kunnen breken als hij niet zo aan Leiden vastgebakken zat. Zit er bij jou nou spijt eigenlijk, Johnny? Dat je denkt, verdorie zeg, als ik een andere afslag had genomen, was het al... Ja, dat is een goede... Jij zei een keer tegen mij, jij trok steeds de verkeerde deur open. En daarom ben ik geen portier geworden, want dan had het allemaal misgegaan. Maar het zou zo zijn, ja, verkeerde deur in. En misschien ook wel niet zo egoïstisch eigenlijk. Want ik heb, toen ik in Italië was, en waren het behoorlijk populair, een grote hit. En toen zeiden ze tegen mij, ja, Hans, John, wil jij misschien in Italië blijven? We willen voor jou een Italiaanse ster maken. Maar ik had mijn jongens bij me en dat waren mensen waar ik het eigenlijk mee opgebouwd had. Nou, dat vond ik heel erg moeilijk. Toen heb ik, mag ik er even over nadenken, heb ik gezegd. Maar niet te lang, zei de Italiaan. Maar ik heb er heel lang over gedaan. Het was voorbij. Juist. Dus ja. Ja, eigenlijk heeft hij zijn hele leven gesleten in nachtclubs. Hij heeft jaren in nachtclubs op het Rembrandtsplein gespeeld. 20 jaar met de Maskers opgetreden. Maar hij heeft eigenlijk al zijn talent vergooid. We gaan luisteren naar jou, Riddy. En je wordt begeleid door Suzanne Alt, saxofoon. Ian Boelens, gitaar. Jean-Louis van Dam, toetsen. Ruud Baron, bas. En Olaf Keus, drum. En het nummer heet St. James Infirmary. Well, I went down to the St. James Infirmary, and I saw my baby there. She was
never finds a little man like me. When I die, bury me in fine shoes, good quality gold, stacks of hair. Put a $20 on my clay headstone. Sure, the boys wanna know I'm dying to have you there. Johnny Kendall en zijn band. Bij benadering, hoeveel van dit soort muzikanten lopen er nou nog rond zo in Nederland? Een stuk of 20. En het heeft er niet zoveel mee te maken, maar deze man is gewoon 72 jaar en heeft nog helemaal de blues en een goed bij stem. Het is echt een schande dat die man zo lang van het podium geweest is. Ja, maar goed, nu staat hij er weer op. Nu moeten we alleen zorgen dat hij erop en blijft. En we houden hem die laatste jaren houden we hem erop. En wanneer wordt je programma uitgezonden? Iedere maandagavond om 11 uur bij RTL 7. 11 uur, slecht tijdstip is dat, hè? Ja, maar ze hebben ja dat kost jullie een hoop kijkers, jongens. Ze hebben natuurlijk een leuke trekker met dat voetbalprogramma ervoor. Jawel, maar er zit nog een of andere scheidlorige show tussen, hè? Goed. En als je kijkers wil hebben, dan moet je hele bandjes van een springplank in een bad laten duiken. Of je moet ze bloot op een eiland zetten, maar mijn bandjes spelen gewoon. En dat is niet zo commercieel. Gewoon heel goed. Wij danken jullie dat jullie er waren. Wij danken onze gasten. Wij hopen dat we nog wat foto's van jou gaan zien het komend jaar. Dat we denken, hé, dat is de foto.